bij Topneems. De gast is Sven Pluut. Sven, je bent, we hebben eerder met je gesproken over zonnepanelen delen. Dat is wat je doet. Laten we eventjes teruggaan naar dat begin en dan even kijken wat er sedertdien gebeurd is. Wat doe je? Wat doen jullie? Met zonnepanelen delen maken we het mogelijk dat mensen een zonnepaneel op iemand anders zijn dak kunnen kopen. Het eerste gesprek dat wij hebben gehad ging om onze proof of concept. Dat was op het voetbalstadion van FC Groningen. Daar hebben wij zo'n 1100 zonnepanelen uiteindelijk kunnen plaatsen. En we zaten toen midden in de crowdfundingactie. En het was spannend of het ging lukken. Maar dat is uiteindelijk goed gegaan. En zelfs zo goed dat we hebben gezegd van nou, hier gaan we gewoon een business van maken. En inmiddels zijn er al 12.000 zonnepanelen met deze methode door ons gefinancierd. Dus het gaat de goede kant op gelukkig. Ja, en als je even terugpakt naar dat stadion. Was dat jullie initiatief? Was dat het initiatief van de voetbalclub? Was dat... Nee, dat was ons initiatief. Ik heb een achtergrond in de bankenindustrie. Ik heb bij de Triodosbank gewerkt. En daar merkte ik dat banken het ontzettend lastig vinden om die hele kleine zonne-energieprojecten te financieren. Die houden van grote windparken of energiecentrales. Maar die zonnepanelen zijn lastig. En daarnaast, ik woon in Amsterdam op 2 Hoog. Ik heb zelf geen geschikt dak, maar wel geld. En ik dacht van ja, die dingen moeten we op de een of andere manier met elkaar toch kunnen oplossen. Nou, dat hebben we geprobeerd. Gesprekken gehad met energiebedrijven en Essent was daar de partner. En via hun zijn we bij FC Groningen terechtgekomen. Want die wilden wel zonnepanelen, maar die hadden geen geld, want die moesten een nieuwe spits kopen. Ja. daar kwam dat heel mooi samen en hebben we laten zien dat het werkt. En zijn daarna bij Rockstar terechtgekomen in de Smart Energy Accelerator in 2014. En toen is het eigenlijk verder gegroeid. En waar staan jullie nu? Hoe werkt het nu? Jullie hebben toen het initiatief genomen voor dat stadion met die panelen. Hoe zijn de projecten daarna tot stand gekomen? Ja, we hebben eigenlijk in dat traject hebben we heel snel gezien van ja, we kunnen wel proberen om nog 20 stadions of grote projecten te doen. Maar wij zullen ongetwijfeld niet de enige zijn die deze problemen tegenkomen. Dus toen hebben we tegen onszelf gezegd van nou, het zou niet veel handiger zijn als we een platform ontwikkelen waar verschillende projectontwikkelaars, installateurs, burgers die met elkaar een energieproject willen realiseren, gebruik kunnen maken van alle diensten om zo'n project ook succesvol van de grond te krijgen. Dat hebben we gedaan en we hebben inmiddels bijvoorbeeld ook 2 energiecoöperaties kunnen helpen om de hele financiering voor zo'n project te regelen. Een mooie school hier in Amstelveen, een grote ontwikkelaar. Dus zo helpen we partijen aan geld voor hun zonne-energieproject. Even voor de duidelijkheid, want veel mensen, even heel concreet, hoe werkt dat financieel? Financieren jullie de panelen voor? Moeten mensen dan aan jullie betalen? Zoeken jullie een financier? Hoe ziet het eruit? Nou, de projecten melden zich bij ons. Hè. Dat is bijvoorbeeld, laten we uitgaan van een school. Die zegt, ik heb hier een dak. Dat vinden we leuk. Een nieuw gebouw. Ik wil mijn geld stoppen in de boeken en in het onderwijs. Maar als jullie hier de zonnepanelen kunnen organiseren, voor ons heel graag. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben offerteuitvraag gedaan, het systeem ontworpen, tegen de school gezegd van nou, als jullie met deze installateur deze zonnepanelen neerleggen, kost dat X. Dan besparen jullie elk jaar Y. En wij zorgen voor de crowdfunding, zodat jullie 90% van die besparing dan delen met mensen die allemaal een stukje van die zonnepanelen hebben. Dan houden jullie 10% over. Dus je bespaart eigenlijk meteen. Het grootste deel, dat deel je. En na 15 jaar zijn die crowdfunders afbetaald en heb je gratis zonnepanelen. Ja, dus wij zijn niet de eigenaar van de panelen, maar wij zorgen ervoor dat er een directe relatie kan zijn tussen iemand die zonnepanelen wil en een geschikt dak heeft, maar geen geld. En een consument die graag wil investeren. Ja, en je financiert ook niet voor, dat moet uit de crowdfunding komen. Dat komt uit de crowdfunding, ja. We zijn, want er zijn ook andere partijen op de markt die dat anders aanpakken, die met financial lease constructies werken. Jullie, als er ook niet genoeg omwonenden of andere soorten mensen geïnteresseerd zijn, gaat het project ook niet door. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Het is mensen via ons platform maken het echt mogelijk dat project er komt. Anders was het inderdaad niet geweest. Dus zo veel concreter kan je niet zeg maar meedoen met dit hele zonne-energie-revolutie verhaal. Ja, en waar zit dan jullie businessmodel? Of jullie ons steken business, in het ja, geheel? Ons businessmodel zit in de transactie. Dus wij krijgen een vergoeding voor het tot stand laten komen van die transactie. Dus dat is een percentage van het crowdfunding. De transactie, maar... Dus voor een zonneproject bij Amstelveen was ik mee een 150.000 euro nodig. Wij krijgen daar 3,5% van die hele financieringsfee. Dat is eenmalig. En vervolgens blijven wij 15 jaar lang betrokken bij het project. En zorgen we ervoor dat die school niet zelf een registertje moet bijhouden en moet berekenen welk deel van de opbrengst naar wie is. Maar zorgen wij ervoor dat die school 1 overzicht krijgt per jaar. Dat we weten wie waar welk deel heeft. Dat mensen dat
op hun bankrekening gestort krijgen, of dat we het verrekenen met hun energienota bij de energieleverancier. Dat is ook iets wat we doen. Naast dat we, nou ja, zeg maar, die zonnepanelen managen, kunnen we het dus ook zo maken dat mensen echt profiteren van hun stroom door een lagere energierekening. En verdien je, pak je dan ook nog een percentage gedurende die 15 jaar of alleen aan het begin? Gedurende die 15 jaar is het eigenlijk een vaste servicevergoeding. En die hangt af van de omvang van het project. Dus zo hebben we eenmalige inkomsten en ook toekomstige inkomsten. Ja. Zodat we zeker weten dat we die projecten ook kunnen gaan servicen. Ja. Het is jullie gelukt dus om een groot aantal van die projecten te financieren. Het crowdfunding, mensen geïnteresseerd te raken voor dit, voor dit fenomeen. Zeg maar, wat heb je daarvan geleerd? Het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd is dat consumentenmarketing en het vinden van die crowdfunders ongelooflijk moeilijk is. En dat je eigenlijk maar 10% van het verhaal moet proberen te willen vertellen, zeg maar, in het begin. En als mensen meer willen weten, dan is het er wel. Maar die keuze voor welke 10%, hoe verwoorden we dat, hoe leggen we het zo simpel mogelijk uit, dat was de grootste zoektocht voor ons. En wat is dan het belangrijkste argument, goedkoper? Goedkoper, leuker, makkelijker. Als je wel iets met zonne-energie wil, maar je denkt erover op mijn dak, ik ga verhuizen. Bij ons verhuizen je zonne-energie mee. Dus eigenlijk allemaal comfort- en eenvoud argumenten die erbij zitten. Je kan al meedoen vanaf 25 euro. Niet zo dat je 5000 euro op de bank moet hebben om je hele dak vol te kunnen leggen. Dus het bereikbaar maken van zonne-energie door het simpeler, goedkoper en leuker te maken, dat is belangrijk. Dus welk deel van het verhaal vertel je nu eigenlijk niet meer in eerste instantie? Hoe het precies achter de schermen allemaal zit met de geldstromen. En dat we ook bijhouden wat de garanties van oorsprong zijn, dus wat de groencertificaten zijn. Dat we die ook kunnen uitwisselen met de energiebedrijven, zodat het verhaal ook echt klopt. Dat we hier niet een soort van greenwashing aan het doen zijn. Nou, dat verhaal hebben we iets meer naar de achtergrond verschoven. Omdat we, mensen snappen dat niet. Hè. Energiebedrijven vinden dat wel belangrijk, dus daar vertellen we dat wel. En die snappen dat. Hè. Dus we kunnen ook vervolgens zeggen van, we hoeven dat niet te vertellen, want het is goed ingericht. Maar dat is een aspect ervan. De complexiteit van jullie business zit eigenlijk veel meer in de crowdfunding kant, begrijp ik, dan in de zonne-energie kant. Als je met zonne-energie de techniek bedoelt van de zonnepanelen zelf, dan ben ik dat helemaal met je eens. Ja, het is echt het bij elkaar hebben van allemaal verschillende elementen. Van 1000 particulieren die met elkaar één dak ergens op een fabriekshal of op een stadion of op een school. Ja, en dat dak moet goed zijn. Hè? En het project moet goed zijn en de spullen moeten goed zijn en de contracten moeten kloppen. Dus voordat zo'n project, zeg maar, crowdfundbaar is, hè, daar zit ook al een aantal hobbels die we weg kunnen nemen. Hè, waar we inmiddels met een hele set aan standaard documenten kunnen zeggen van, nou, teken bij het kruisje in plaats van dat we met die partijen alles moeten gaan uitvinden. Dus in dat stuk zit iets complex. En dan vervolgens, hoe zit dat met de AVM? Mag dat wel? Hoe regel je dat met al die individuele crowdfunders, et cetera? Nou ja, dat hopen we te automatiseren, zodat we de transactiekosten voor investeren in zonne-energie extreem kunnen verlagen. Ja. En het leuke, en wat dat denk ik wel onderschrijft, is dat er nu ook banken samen met ons die projecten willen financieren. Dus bijvoorbeeld de ASM-bank zegt, nou, als de crowdfunding dan X is, dan doen wij de rest. Zodat we twee keer zo snel meters kunnen gaan maken. En een andere grote partij die ik dan toevallig ken op de markt is Big Solar van Maarten van der Bichelaar. Die, ja. die particulieren met grote daken helpt om daar zonnepanelen op te krijgen. Die heeft totaal andere modellen. Die financiert het voor, dus je hoeft ook helemaal niks vooraf te betalen. Nee. Het is een soort financial lease constructie. Ja. Hoe verhouden jullie je tot elkaar? Want jullie hebben totaal andere benadering gekozen. Dat klopt. Ja. Zij zijn, zeg maar, de zonnepanelen zijn min of meer van hun. En die met een financial lease verhuren ze die. En zij zijn helemaal in de regie. Bij ons die panelen blijven ook van hun. Ja, blijven ook van hun. Dus zeg maar, dat is meer een heel gesloten systeem. Wij proberen een iets opener aanpak te hebben. Dat we zeggen van, nou, als er een consument is met een geschikt dak, wij weten welke offerte het moet zijn, hoe dat goed gelegd kan worden. Wij kunnen dan vervolgens door middel van crowdfunding zorgen dat er genoeg geld voor is. En als dat dan bij elkaar komt, dan koppelen we dat. Maar wij zitten er niet, zeg maar, tussen, we begeleiden dat. Hè. Dus wij hebben meer een soort van, meer faciliteren. Exact, meer faciliterend model dan dat we helemaal zelf in de regie willen zijn. En nou ja, dat past, denken wij, ook wel goed bij het decentrale karakter van zonne-energie. Al die daken, al die lokale initiatieven, die zijn hopelijk geholpen met een IT-systeem dat wij hebben. Ja, maar als je het even vanuit de klant bekijkt, diezelfde school in Amstelveen, waar jullie heel veel moeite moeten doen om die paar honderd mensen te vinden die 25 euro of 1000 euro of
weet ik wat, in dat dak willen steken, financiert Maarten van der Bichelaar het voor met een financiële partij en kan die school heel snel natuurlijk aan de gang. Ja, alleen dan heeft die school minder kostenbesparing, want dat geld van Maarten van der Bichelaar moet komen van regionale fondsen en dat is zo'n 6% rente, terwijl die crowdfunding is zo'n 3,5%. Dus daarbij is het wel zo dat op deze manier, ondanks dat het misschien ingewikkelder lijkt, wel een groter voordeel ontstaat en het voordeel meer blijft bij de mensen die of de panelen hebben of die erin te hebben geïnvesteerd. Mm-hmm. En het is aan ons om die crowdfunding nou zodanig goed op de rit te hebben dat die de beschikbaarheid van dat geld steeds een kleiner probleem wordt. En dat zien we nu ook terug. We hebben eigenlijk, ja, we hebben nu eigenlijk een soort van luxe probleem of dat er meer mensen zijn die willen investeren in projecten dan dat we nu op dit moment projecten hebben. Dus we hebben een wachtlijst waar mensen zich hebben ingetekend. Zodra er weer projecten zijn, dan kunnen we die aanschrijven en mogen ze als eerste meedoen. Maar de bottleneck zit op dit moment bij de locaties en bij de goede projecten. Maar is dat dan zo ingewikkeld? Vind jij niet door de stad, je ziet een dak en je denkt van hey, dit dak is geschikt, ja, ik bel aan. Ja. En, Nee, dat was wel waar een paar jaar geleden dacht van ja, zo moeilijk kan het toch niet zijn. Maar als je vervolgens het project met de afspraken zodanig wil doen dat die crowdfunders ook een hoge mate van zekerheid hebben. Dus dat er een afspraak is over ja, wat gebeurt er de komende 15 jaar. Stel dat iemand verhuist of die wil een nieuwe verdieping erop zetten. Nou, eigenlijk allemaal van dat soort afspraken moet je van tevoren ook maken. Ja, je hebt een 15 jaar horizon nodig. Ja, de projecten hebben zo'n 15 jaar een horizon. Dus ja, daar zitten dus wel wat. Dus kies je liever voor scholen? Maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk, ja. Waarvan je het gevoel hebt, die blijven al leven. Ja, dat is een mooie doelgroep om mee te beginnen. En zodra er de ontwikkelingen zijn dat wij het en sneller en goedkoper en makkelijker voor elkaar kunnen krijgen, dan ook echt professionele partijen geïnteresseerd zijn, dat zien we nu steeds meer, kunnen we die ook bedienen. En denk dan bijvoorbeeld aan ondernemingen. We zijn nu met een grote koelhuis in gesprek. Nou ja, daar zijn dan wel weer iets andere afspraken mee te maken. Dan zeg je van, nou, als jullie na 5 jaar stoppen, dan kost het X. En na 6 jaar kost het Y, et cetera. Dus er zijn allemaal wel vormen voor te vinden. Maar die willen eerst zeker weten dat ons concept werkt, dat we valide partij zijn, enzovoort. Ja. Dus dat maatschappelijk vastgoed is ideaal om eerste stappen mee te zetten in Nederland. Ja. En dat gaan we gelukkig binnenkort ook bijvoorbeeld in Rotterdam doen met de gemeente. Waar de gemeente zelf gaat crowdfunden. Dat is wel een heel bijzonder experiment. En zeg jij, doe dat lekker? Of zeg je, doe dat lekker niet? Weet je, dat is namelijk crowdfunden, alles waarvan je zegt, van ga het zelf doen, de community activeren, et cetera. Kom wel wat bij kijken. En dat hebben jullie inmiddels ervaren. Ja, dus absoluut. En ik denk dat wel goed samenwerkt met dit soort partijen. Voor de gemeente was dat intern ook nog wel een vraag van, ja, we hebben toch geld genoeg? Totdat ze zich beseften dat ze op deze manier met hun geld, wat dan als een soort garantie of een soort borgstelling fungeert, 5 keer zoveel projecten kunnen doen. Dus ze kunnen veel meer realiseren met het geld dat ze hebben. En ze kunnen burgers erbij betrekken, waardoor ze niet alleen het gebouw kunnen verduurzamen, maar ook die mensen helpen in de gemeente met zelf ook een stapje gaan zetten. Maakt gewoon, is gewoon een goede keuze, maar ze moeten dan wel bij hun hand genomen worden en zeggen hoe het werkt, hoe je het kan uitvoeren, et cetera. Hey, het hele model is gebaseerd op de partijen die de zonnepanelen van jullie afnemen of die de daken beschikbaar stellen, hoe je het ook wilt noemen, dat die terugleveren aan de energiemaatschappijen. Ik heb zelf altijd het idee dat dat model niet houdbaar is. Ik lees steeds meer berichten over dat als maar genoeg mensen in Nederland dat gaan doen, dat de hele infrastructuur naar de kloten gaat. Dat de netwerken niet zijn ingericht op een grote hoeveelheid stroom die teruggeleverd wordt. En dat de toekomst eigenlijk zit in autonome systemen. Wat is jouw visie op waar het heen gaat? Ik ben het absoluut eens dat de decentralisatie van het energiesysteem, dat daar wel echt de toekomst in zit. In plaats van dat we alles heen en weer moeten sturen, probeer nou zoveel mogelijk lokaal op te slaan, op te wekken en het daar te managen. De zonne-energie past daar ook heel goed bij. Je ziet ook dat energiebedrijven daar mee in hun maag zitten deels. Hoe gaat ons model eruit zien? Netbeheerders zitten daar ook mee. Er zijn ook grote veranderingen op komst in hoe gaan we afrekenen. Hè? Terwijl we nu 2 tarieven hebben en je wordt aan het eind van het jaar wordt het opgeteld. Je neemt af en gaat dat binnenkort per kwartier. Dus we gaan naar een kwartier, verschillende prijzen per kwartier interval gaan ze komen. Ja, Leggen ze uit, hoe werkt dat dan? Wat er gebeurt over een hele dag is dat er natuurlijk een heel groot verschil is tussen vraag en aanbod. En nu wordt dat verschil eigenlijk niet
bij de eindklant ingeprijsd. Ja. Hè? Dus de energiemaatschappij heeft een hele grote bak en die hebben allemaal hele slimme mensen, econometristen, die dan precies kunnen voorspellen hoe en wat. Die nemen daar posities in en die verhandelen dat achter de scherm. Maar omdat er steeds meer op zeg maar consumentenniveau arbitragemogelijkheden komen, mensen kunnen een wasmachine misschien op een slim moment aanzetten of uitzetten, of als ze zonnepanelen hebben, moeten ze daar wat mee doen, ja, is steeds meer van die intelligentie ook decentraal nodig. Nou ja, dus het hebben van zonnepanelen wordt denk ik alleen nog maar ingewikkelder in de toekomst. En is dus de behoefte voor een partij die zeg maar niet die panelen wil hebben, maar wel ze kan helpen om het maximale rendement uit die panelen te halen. Dat zijn wij in dit voorbeeld alleen nog maar belangrijker. Voorbeeld. Onze consumenten die kunnen ook hun slimmer meter koppelen. Dus ze kunnen niet alleen zien wat ze op dat schooldak opwekken, maar ook wat ze thuis verbruiken. Nou, in de toekomst zouden we dat kunnen gebruiken om die mensen te informeren hoe ze hun energieapparatuur moeten gebruiken. Zodat we een totaal systeem, een community creëren die met elkaar optimaal gebruik gaan maken van dat zonne-energie. Dat zijn natuurlijk allemaal vergezichten, maar wat denk ik het belangrijkste is dat het hebben van een energiecentrale op je dak is voor heel veel mensen geen core business. Zal het ook niet worden. Daar moet een ontzorgende partij in zijn. En ik denk dat wij in staat zijn om dat op zo'n manier te doen dat we zoveel mogelijk van die winst uit zo'n systeem bij de mensen willen houden die het eigenaar daarvan hebben. Ik vraag het ook, want je kijkt natuurlijk, je noemt het zelf al, de toekomst decentraal, zonne-energie leent zich er uitstekend voor. Zit natuurlijk toch in die lokale opslag en het lokale management van je energie. Ja. Als dan Tesla wat ze gaan doen met die home battery komen, zodat je thuis gewoon op kunt slaan en niet meer terug hoeft te leveren. Ja. Weet je, dan wordt het wel veel simpeler. Ja, absoluut. Weet je zet een paar panelen op je dak, je hebt een grote accu. Ja. En ja, als die leeg is, dan trek je weer uit het net. En zo simpel is het. Ja, klopt. Waar zijn jullie dan nog voor nodig? Nou, als jij bijvoorbeeld geen dak hebt, maar je hebt wel panelen bijvoorbeeld op je werk. Hè, je hebt een elektrische auto en die staat op, daarmee rij je naar je werk. En die accu is half vol. Dus die kan je eigenlijk overdag, als het een mooie dag is, kan je die opladen. Kan je bijladen, ja. Dan zou het toch wel handig zijn als er iemand is die weet van, dat is jouw auto. Jij kan opladen, maar jij verbruikt stroom daar. Maar daar heb je wel deels in geïnvesteerd. He, dan zou je niet op een andere manier die transacties kunnen bijhouden. Precies, dus jij gelooft wel uiteindelijk dat er in het grote netwerk waarin er afgerekend moet worden. Absoluut, nou, zeker. En ja, ik geloof er helemaal niet in. Nee? Ik denk dat alles decentraal gaat. Ja. Ja, maar dan moet er nog steeds afgerekend worden. Er zijn nog steeds verschillende actoren die met elkaar afspraken moeten maken. En dat misschien meer via een blockchain-achtige technologie is, dat er niet meer één partij is die arbitrage in heeft. Ik denk dat veel meer waarschijnlijk is dat dat een soort centrale energiebank gaat worden. Maar dat er steeds meer verschillende actoren in dat energieveld gaan ontstaan die met elkaar iets moeten, ja, dat wordt alleen maar groter. En we kunnen het, de partijen die dit ogenschijnlijk eenvoudige centrale systeem moeten managen, die maken er soms al een potje van. Ja. Nou, kun je nagaan wat er straks gaat gebeuren. Dus ik denk dat goed op elkaar past, mits er wel ergens een soort van aanspreekpunt kan zijn voor een heleboel systemen om te zeggen van, nou, kunnen we niet met jullie een bepaalde afspraak maken of kunnen we niet jullie verrekenmethodiek meenemen in onze billing? Ja, jullie bestaan ook een beetje bij gratie van het feit dat het zo ingewikkeld is, hè? Helaas wel. Zonne-energie. Ja. Is dat nou in Nederland ingewikkelder dan in andere landen? Want als ik bijvoorbeeld door Duitsland rijd, dan zie ik al die daken, die liggen allemaal vol zonnepanelen. Ja. Elke boerderij helemaal, daar gebeurt het blijkbaar. Ja. Veel meer, dan denk je, daar is het blijkbaar simpeler. Ja. Nou, niet geheel. Daar is het ook complex. Alleen hebben ze daar een paar jaar geleden hele goede subsidieregelingen voor gecreëerd. Okay. Dus daar was er genoeg geld voor om die complexiteit op een iets eenvoudigere manier op te lossen, laat ik zo zeggen. Maar het feit dat mensen niet weten hoe ze een energiecentrale moeten bedienen en daar ook niet specialistische kennis voor hebben, ja, dat heb je helaas. En het feit dat er nog niet een goed systeem is waarbij banken ook al die kleine systemen kunnen bedienen, dat is ook helaas nog steeds een feit. En nou, ik denk dat dat ook deels van ons bestaansrecht is inderdaad, om te zorgen dat we op een hele goedkope manier dat efficiënt kunnen gaan uitvoeren. Maar is dan op de lange termijn jullie toegevoegde waarde dat jullie zonnepanelen regelen, of zijn jullie het platform dat dit soort dingen helpt te regelen? Nou, dat weten we nog niet precies, hè? Maar het is onze ambitie, en daar zijn we ook mee begonnen, om de grootste virtuele zonne-energiecentrale van de wereld te creëren. En op een gegeven moment moet je daarin ook oplossingsmogelijkheden over opslag en over distributie- en afrekenmodellen gaan creëren. Dat zullen we niet allemaal zelf gaan doen, maar we moeten wel een systeem hebben dat daarmee kan gaan samenwerken. Al is het alleen maar omdat daarmee die projecten interessanter worden en dat we daarmee meer projecten kunnen doen.
Om te voorkomen, zoals net gezegd werd, dat we straks misschien geen plek meer is op het net. Nou ja, moeten we op tijd dit soort slimme oplossingen kunnen faciliteren. Onze kernbusiness blijft gewoon het toegang geven tot financiering voor dit soort projecten. Maar om dat te kunnen doen, moeten er zoveel meer dingen moeten we scherp hebben, dat we ja, dat voor de hand ligt om daar wellicht ook andere waarden aan toe te voegen. Ja. Als je... Je zei van, we hebben begonnen destijds in Groningen. Toen hebben we Rockstart gedaan. Nou ja, goed, bij Rockstart hoort op zoek naar je businessmodel. Naar het probleem van je gebruikers, et cetera. Als ik nu naar jullie business kijk, hoe loopt het nu? Hoe draai je nu? En wat heb je nodig om echt een goede business te zijn? Ja. Leuke vraag. Op dit moment is het zo dat we zien dat projecten een bottleneck aan het worden zijn. Dus het hebben van genoeg financierbare projecten. Dus dat is iets waar we eigenlijk de laatste half jaar achter zijn gekomen. En daar zijn we ook naar aan het kijken hoe we dat beste op kunnen lossen. Een van de dingen die we daarbij willen doen is niet alleen die grote projecten doen, maar ook die consumenten. Eigenlijk een soort concurrent van de Maarten van de Bichelaar-achtige aanpak. Dat iedereen zijn eigen dak kan delen. Nou, dat is eigenlijk een opschuiving naar de markt, het type markt die we willen bedienen. En verder hebben we, naar aanleiding van gesprekken met de investeerders die we dankzij Rockstart hebben overgehouden, zijn we ook gechallenged om te kijken naar het grotere plaatje en wat is nou de endgame. En ik denk dat sinds Rockstart de meest nieuwe inzichten zijn geweest, naast het feit dat we hebben... Welke inzichten zijn dat dan? Nou, wat ik net schetste, dat het dus niet alleen maar financiering is, maar dat er de kansen zijn voor een breder ecosysteem, punt 1. Dat we dus nu meer vraag hebben van consumenten dan dat we projecten hebben. En dat we daar op een andere manier slim mee om moeten gaan. En dat we hebben kunnen bewijzen dat er... dat er vraag naar is, dat we echt een probleem aan het oplossen zijn. Dat het niet één keer is gelukt, niet twee keer is gelukt, maar dat het nu 12 keer is gelukt. Hè. Dus dat geeft de burger moed en brengt weer leuke nieuwe problemen met zich mee. Ja. Je zei dankzij het Rockstar-traject hebben we investeerders opgehaald. Hoe ver ben je daar nu in? Is het geld weer op? Moet je alweer nieuwe investeerders binnenhalen? Het geld is nog niet helemaal op. We zijn bezig om voor het eind van dit jaar een nieuwe ronde voor te bereiden. Dus we willen eind van dit jaar een Series A gaan doen. We hebben na Rockstart een soort van seed investment kunnen krijgen. En daarmee willen we echt kunnen gaan groeien. Waarbij we... met het geld van de investeerders naar Rockstart hebben kunnen laten zien dat het concept inderdaad herhaalbaar is. We hebben toch wel aardig wat omzet al kunnen maken. Moeten we nu naar volumes toe dat het echt interessant gaat worden. En dat is wat we met die ronde willen bereiken. Die nieuwe markt ontsluiten en wellicht naar Duitsland of naar België om te kijken hoe dat gaat als we dat daar doen. Ja, maar dat is nogal een dingetje. Het lijkt heel erg eenvoudig. Trucje doe je hier, trucje doe je ergens anders. Maar je krijgt onmiddellijk... cultuur, regelgeving, et cetera. We hebben daar al naar gekeken. Regelgeving en toezicht is echt een crime. Nou, je hebt gewoon hele goede partners nodig om dat lokaal in te gaan vullen. Dus we zijn ook mede dankzij het Rockstart-verhaal al een paar keer in Berlijn geweest. Recent ook in België met een paar goede ondernemers in contact gekomen. Die weten daar hoe de projecten zijn. Die hebben ook een portfolio. Het zijn meestal projectontwikkelaars die de projectkennis hebben. Er zijn een aantal legal firms die daar dan heel veel weten van de financiële wet en regelgeving. Dus zo zijn we nu aan het verkennen of je met die lokale kennis en met ons systeem, of je daar dan van de grond kan krijgen. Maar het is niet zo makkelijk schaalbaar. Ik snap dat het zo werkt in Accelerator, van schaalbaarheid, groeien, internationaal, wereldwijd. Je hebt nu 12 projecten gedaan in Nederland. Van, als je nou die investeerders niet zou hebben, dan zou je toch denk ik gewoon denken van, goh, laten we nou eerst... In Nederland is een paar duizend projecten doen en dat gewoon op een rustige manier is laten groeien. Ja, waarom na 12 projecten nou gelijk internationaal? Nou, omdat ik het in het buitenland nog niet zie gebeuren. En ik denk dat dit gewoon enerzijds een hele mooie kans is om business te doen. En anderzijds dat het ook echt... Maar je zegt zelf dat het ongelooflijk ingewikkeld is. Ja, maar ik hou van ingewikkelde dingen. Dat is een beetje mijn manco. Nou, het is gewoon een hele goede kans. Wij zijn goed gepositioneerd om die ingewikkelde problematiek het hoofd te kunnen bieden. Dus ja, dan kan je of zeggen van, nou, we doen het lekker in Nederland en we zien wel wat er verder gebeurt. Maar als je ziet dat daar een kans is en dat je uitgerust bent om daar een oplossing voor te bieden, ja, waarom zou je dan niet op zijn minst verkennen of dat opportun is om daar dan echt achteraan te gaan? Dat alleen maar gedreven is door investeerders, daar ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat het toch, als dat de reden zou zijn om het te doen, moet je het absoluut niet doen.
Want dan ben je jezelf alleen maar voor de gek aan het houden. Dan word je, ja, daar krijg je denk ik... Ik zou er geen energie van krijgen. Wat is de buitenlandse, wat is de internationale naam van zonnepanelen delen? WeShareSolar.com is van ons. Alleen, dat naamding is nog wel een onderwerp van gesprek, ook bij ons op kantoor. Van, moet je dan voor elk land een aparte eigen naam doen? Of moet je alles in het Engels doen? Of moet er misschien een compleet andere naam komen? Ja, daar zijn de geleerden het ook nog niet over uit. Maar WeShareSolar.com, die is van die hebben jullie in ieder geval. Ja. Nou, spannend. Ja. Hey, ontzettend bedankt en mooi verhaal. Ik heb wel een dak. Dus ja, hij heeft een dak. Als hij kleiner gaat... dan moet jij even tekenen dat je er 15 jaar blijft wonen. Oh, dan blijf ik wel. Ik ga je niet... Dan hoor ik een vervolg. Ja, als ze bij jou op het dak liggen, doen we op locatie. Absoluut. Ja, hartstikke leuk. Nou, weet je dan, en ik investeer in jouw dak. Kan dat? Ja, dat kan dan. Martien, is jij ook? Martinus achter de techniek investeert. Zo, die heb ik al eens binnen, jongens. Ja, hartstikke leuk. Gaan we doen. Ik heb een plat dak ook. Ja, mits jij die 10% van jou wel deelt met mij. Altijd. Ik wil, als jij jouw winsten met mij deelt. Yes! ontzettend bedankt. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live. We hebben zo direct nog hier een interview. Silo. Silo. Hoe internationaal ze gaan, gaan we horen. En we danken natuurlijk, zoals altijd, de sponsor, Bier & Co. We zijn samen even begonnen aan de lichte biertjes. Ja. Stekel, je drinkt niet meer? Nee. Oké, nou, moet kunnen. Ja. Deze uitzending. Deze uitzending, oké. We gaan zo direct een nieuwe uitzending doen. Kijken wat er dan gaat gebeuren. 2ML zorgt ervoor dat de site van Fast Moving Targets up and running blijft. En Streamzilla uit Groningen zorgt ervoor dat je iedere week live kunt meekijken. Tot zo direct. Dag.